Ik ben Tom Listijl, ik woon in Rotterdam, ben 31 jaar en werk in Breda. Ik ben als VMBO'er basis begonnen. Toen heb ik als keuze twijfelde tussen grafisch en banketbakkerij. Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor grafisch. Toen ben ik iets hadden doorgeleerd, ben ik naar kader gegaan. Van kader ben ik naar een MBO in Eindhoven gegaan, Eindhovense school. En ben ik uiteindelijk afgestudeerd als grafisch vormgever. En toen kon ik eindelijk doen wat ik echt wilde, en dat is naar de kunstacademie. Dus toen ben ik naar het Sint-Joost in Breda gegaan. Ik ben in 2012 afgestudeerd en heb sindsdien al een aantal grote beelden gemaakt in openbare ruimte. Doe her en der ook nog wat grafische opdrachten. Dit is mijn atelier, mijn werkplek. Ik werk hier, maak hier voornamelijk de kleine sculpturen, mijn tekeningen, mijn schetsen. Voor mijn grotere projecten, ik heb bijvoorbeeld een groot bronzen beeld gemaakt. En dan ga ik meestal naar een andere werkplek toe, een grote hal die daarop ingericht is. Ik heb op dit moment een tijdelijke sculptuur hier in Breda. Staat langs een spoor voor 3 jaar lang. Dat is een wolk. En bovenop staat een klein houten huisje met een groot anker eronder. En de sculptuur heet Droomhuis. Het is een tijdelijk project voor een wijk die daar gebouwd gaat worden. Dus daar komen allemaal droomhuizen voor nieuwe mensen. En dat is mijn verbeelding van een droomhuis op die plek. Een ander werk wat ik nu heb is Andert de Neandertaler. Die staat in Den Bosch. Ze hebben daar een nieuwe parkeergarage gemaakt, ze hebben daar de gracht uitgegraven. En tijdens die uitgravingen hebben ze resten gevonden van een Neandertalerkam. Dat is de eerste grote opdracht die goed in mijn portfolio staat. Want nu kan ik ook laten zien aan andere partijen dat ik daadwerkelijk dat kan uitvoeren. Ik sta op, meestal wel heel vroeg. Dan ga ik gewoon vroeg hier naartoe. En dan is het meestal eerst nog even wat tekenen. Ik zit in een pand met 60 andere kunstenaars. Dus dan ga ik even bij mijn vrienden die hier ook zitten, gewoon even een kop koffie drinken. Dan ga ik gewoon verder aan mijn sculptuur. Tijdens het lunch loop ik hier naar de Albert Heijn toe weer met een aantal collega's. En dan lunchen we ook samen. En dan ga ik weer terug. En dan, ja, meestal heb ik muziek aan. Nou, dan werk ik, ja, in de zomerdagen ben ik wel echt, loop ik nog een keer naar de Albert Heijn toe voor avondeten. Eet ik ook gewoon hier en dan ga ik gewoon lekker door tot een uur of 1. In de winter is het hier wat frisser. Dus dan ga ik meestal een uurtje of 8 of zo wel naar huis toe. Het is de beste baan die je kan hebben. Zo simpel is het eigenlijk. Ik ben, voor mijn gevoel, ik ben gewoon altijd aan het spelen. Ik ben alles aan het doen wat ik leuk vind. Ik kan mijn dag starten wanneer ik wil en kan stoppen wanneer ik wil. Die vrijheid die ik als kunstenaar heb, die is voor mij heel belangrijk. Ja. En dat maakt het geweldig om kunstenaar te zijn. Ik werk gewoon heel graag met mijn handen, dus ben ik gewoon VMBO gaan doen. En het fijne daarvan was dat ik ook een richting kon kiezen en kon gaan kijken wat mij interesseerde. En het leuke is van, omdat ik dus ook interesse had in het banketbakken, ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik daar toen eigenlijk ook al leuk vond om daar sculptuurtjes te maken, dus, of beeldjes te maken. Net zoals, je hebt daar kikkers met marsepein en dat soort dingen. Dus daarom vond ik VMBO, daar ben ik heel blij mee. Ook gewoon dat ik dat, ik had niet per se de beste docent, want die was zelf heel erg van het drukken. En er stonden toen 2 apples en daar kon hij zelf niks mee. Maar ik kreeg daar wel de ruimte om gewoon achter die apple te zitten en mijn eigen ding te proberen. Ja, ik vond de sfeer en gewoon dat je met je handen kon werken, dat vond ik gewoon fijn. Ik geef dus regelmatig voor zo'n Kuhne Museum workshops. Omdat VMBO's zijn heel praktisch ingesteld, dus net zoals ik, gewoon heel erg op mijn handen gericht en meteen gaan handelen. En daar zit een soort van oprechtheid en eerlijkheid in, dat ze meteen gaan beginnen en iets gaan maken. En ook niet snel opgeven. Dat vind ik wel echt tof om daarmee samen te werken. Als er een toffe expositie is waar ik echt fan van ben, ga ik daar zeker weten naartoe. En ik zou eigenlijk vaker naar musea moeten gaan. Ik hou ervan om een museum binnen te lopen, meteen een rondje te lopen en dan pas de tekst op de muur te gaan lezen waar het over gaat. Zo benader ik meestal een expositie. En soms vind ik het heel slecht als ik binnenkom gelopen. En als ik dan die tekst gelezen heb, ga ik nog een rondje lopen en dan kan ik het werk opeens wel mooi vinden. Maar persoonlijk hou ik er wel van dat het meteen eerst heel lekker, fijn, mooi uitziet. Ook bij bronzen beelden bijvoorbeeld. Kijk eerst naar het beeld. Dan denk ik eerst in het geheel van, oké, wauw, dit is mooi. Dan ga ik dichtbij kijken van, oké, ik kan hier zien dat er hier bijvoorbeeld gelast is. Ik zie dat hier met de hamer geslagen is en hier zit nog een klein foutje in. En dan doe ik weer de stap naar achter. En dan kan ik het werk opeens of veel mooier vinden, of ik kan het opeens helemaal niks meer vinden. Maar ja, ik kan ook inspiratie halen uit een tweedehands winkel. Dus dat is het leuke. Ik haal mijn inspiratie eigenlijk van de straat.
en zowel uit musea. Als ik straks workshops ga geven bij Jan Kühne, dan wil ik dat de leerlingen werkers gaan maken die ergens in openbare ruimte geplaatst kunnen worden. En een openbare ruimte kun je zo breed trekken als je wil. Dat kan gewoon een schoolgebouw zijn, dat kan buiten zijn. Maar ik wil dat het werk zichtbaar wordt voor toevallige voorbijgangers. Je moet niks kapot maken of beschadigen, maar gewoon een klein grapje ergens toevoegen. Ja, dat is iets wat ik graag met de leerlingen zou willen uitvoeren. Dat wil ik niet alleen bij de leerlingen bereiken. Ik probeer met mij, al mijn werk probeer ik. Heb ik één doel, dat is mensen vrolijker te maken. Dat ze even een glimlach krijgen en beter om zich heen gaan kijken.